Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een spiksplinternieuwe mod showcase. In de mod showcase van vandaag gaan wij een kijkje nemen naar het eerste deel van de World War 2 mob. dit is namelijk een mod waarin je, waarbij je echt heel veel wapens en andere dingetjes uit de Wereldoorlog 2, of in ieder geval uit de oorlog, krijgt. We gaan vandaag kijken naar het eerste gedeelte van de wapens. Ongeveer drie kwart van alle wapens. Het volgende deel gaan we kijken naar de rest van de wapens en naar de armor. En het laatste deel gaan we kijken naar de specificaties die je op de wapens kunt zetten. Dus de uitbreidingen en verder naar de NPC's die je hiermee in kunt spawnen. Dus heb je er veel zin in? Laat een duimpje omhoog achter. Laat ook ideeën achter voor challenges hiermee. Ik kan jullie alvast verklappen dat we een soort oorlogje challenge op deze map gaan doen. Dit is namelijk een map gerelateerd op Battlefield 1. Kan je wel een beetje door de Zeppelin een beetje al verraden voor degenen die dat een beetje bekend zijn. De map staat in ieder geval in de beschrijving gelinkt. Verder ook de mod, hij is voor 1.7.10 te verkrijgen. En in de chest heb ik in ieder geval alles zitten voor het deel van vandaag. Dus dan gaan we gelijk beginnen. Moet wel in de gaten houden dat je bij elk geweer een ander soort magazijn hebt. Ik heb in ieder geval geprobeerd zoveel mogelijk magazijnen erbij te halen. Het kan zijn dat ik bij een aantal wapens nog even die snel uit mijn creative slot moet halen. Want je krijgt in ieder geval hier in de mod krijg je een hele lijst wapens, lijst ammo, uniformen, dan allemaal van die andere itempjes, de bullets en ook melee wapens. De melee wapens ga ik dus volgende keer ook bekijken. Maar goed, we beginnen gewoon met de eerste rij. Die gaan we dus in ieder geval bekijken. En dan hoop ik dat ik de goede ammo heb. Ik denk het wel. Anders pak ik gewoon even alle ammo eruit. Dat is wel handig. Zo. Ik moet hier wel bij zeggen. Er zijn een aantal dingetjes wat best wel speciaal is aan deze mod. Bijvoorbeeld de reload hiervan. Is echt wel super ziek. En bij elk wapen is dat weer anders. En verder hebben ze ook speciale geluiden. Als je bijvoorbeeld hier dicht bij een blok tegenaan schiet. Dus als je het hier achter doet zo. Oh, dan hoor je het nog net. Maar hier hoor je dat dus niet. En als je dan dichterbij komt, dan hoor je dat dus. Super vet. Enige jammer aan deze mod is wel dat je geen overlay hebt met hoeveel kogels er nog in je wapen zit. Dat is een beetje jammer. Want hier zag je dus dat we net out of ammo waren. Dat er 6 kogels in de revolver zitten. Dus dat is wel een beetje jammer. Verder zitten er ook, buiten die geluiden, zitten er sprintanimaties van bij de guns. Dat zal je zo meteen wel zien. Maar dit is in ieder geval de revolver. Dan gaan we door naar de andere revolver. Een beetje dezelfde reloadstijl. Ik probeer wel even snel door de wapens te gaan. Want sommige nemen best wel tijd in. Verder heeft de mod trouwens ook bij de opties een extra optietablaatje. Hier. En hier kan je namelijk allemaal dingetjes instellen. Dat je bloed aan hebt en dat je modder op de wapens hebt. En zelfs als je autobolt hebt. Deze moet trouwens op 20 staan. Maar autobolt. Dus daar kan je een beetje vast gaan zitten spelen. Dat je een bolt action gewoon automatisch laat schieten. Nou, hier hebben we weer een ander wapentje. Die reload, of in ieder geval die reload weer net wat anders. Dat is de Luger is dat. Yes. Nou, hartstikke vet. De Walter. Het zijn allemaal best wel bekende wapens. Ik ga anders een beetje door de stad heen lopen hier. Kunnen we de map ook een beetje verkennen. Maar ja, je ziet dus ook echt als je magazijn leeg is. Dan is je bovenste gedeelte van je wapen is ook gewoon echt naar achteren gezet. Dus dat is super vet. Nou, dan hebben we hier de Colt. Dus de M1911, die kennen jullie vast wel. Die is echt super bekend. Dat is ook bijvoorbeeld het starterwapen bij volgens mij zelfs ook bij Black Ops 3, dat weet ik niet zeker. Maar hier zie je dus een voorbeeld van de renanimatie van jouw wapen. Het probleem hierbij wel is dat je het niet... je ziet het wel. Oh, want bij sommige wapens zag je het niet. Of ik heb me daar gewoon in vergist. Nou, in ieder geval, je ziet het wel in third person. Dat is wel gaaf. En deze kun je met verschillende magazijnen doen. Ik heb er volgens gekozen voor de drummag. Daar zitten er gewoon 100 in. Dus kan je gewoon full spray en pray met dit ding. En natuurlijk ook weer rennen zo.
Maar je moet dus in de gaten houden dat je niet kan ingaan zitten scopen terwijl je aan het rennen bent. Dus je moet echt stoppen met rennen, inscopen en knallen maar. En hier zie je dus ook... Als je dichterbij een muurtje komt, hoor je ook allemaal die geluidjes. Deze kan ik nou dus niet reloaden omdat ik die, de magazijn al gebruikt heb. Yep. Of moet ik dan nou net een andere hebben? Oh ja, deze mag je alleen de kleinere Thompson. Zo. Dan had ik me daarin vergist. Dus hier krijg je de kleinere Thompson erin gezet. Hoppakee. Ja, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde wapen. Kan je dus ook wel gaaf mee gaan zitten. De M3, dan gaat hij als het goed is de zijkant in. Oh nee, deze nog de onderkant. Deze is dus een beetje een gekke... Een beetje gek wapentje dit. Maar wel geinig. De models hier zijn ook echt best wel vet. Dus dat is wel leuk. En dan gaan we door naar de sniper. En voor de sniper gaan we even een stukje verder. Want hierbij werken de scopes ook echt. Sommige scopes zijn een beetje gek. Want die zoomen niet helemaal correct in. Maar andere weer wel. Als het goed is was bij deze wel goed. Of nee, bij deze was het trouwens niet goed. En bij die andere weer wel. Want kijk, bij deze... Denk je soms van, huh? Maar hier scope je dus op... Het is een beetje lastig te zien. Maar ik zit dus met mijn ding, zit ik daar. Hier bij dat zand. En als je inscoopt, dan zit je er net wat onder. Dus het scoopje van is een beetje gek. Maar in principe werkt hij wel. Alleen deze is echt, scope echt veel te ver in. Want hier zie je gewoon helemaal geen rol, man. Maar ja, we reloaden hem even. Knallen er wat kogeltjes in. Je ziet de kogeltjes er ook echt in gaan. Dat is zo vet. Hoppakee. En deze moet je dus nog een keer klikken om te gaan reloaden. Super vet. Nou, we gaan even snel terugvliegen naar de chest. Switchen we even de wapens. En dan, ja. Dan gaan we naar de verdere wapentjes kijken. Was niet zo eigenlijk niet zo heel handig dat ik helemaal van die chest wegging. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Maar je ziet dus, de sniperscope werkt dus ook echt. En volgens mij is dat de eerste wapensmod waar dat echt ja, in verwerkt is. Dus dat is wel super vet. Zo. Maar je ziet, we moeten er nog best wel veel. Dus we gaan er een beetje wat sneller doorheen. Deze is dus eigenlijk dezelfde. Alleen dan werkt de scope een stuk beter in mijn... ja, vind ik wel. Dus hier zie je... Kijk, hier kan je dus ook makkelijk... Ook, nu richt ik ook echt op het... oh, deze is ook een beetje scheef trouwens. Oh, dat hebben ze misschien al expres gedaan. Maar in ieder geval, deze is het iets makkelijker te zien waar je nou op aan het richten bent. En hij is ook niet de rechtste. Je ziet, als je erop schiet, je schiet gewoon een stukje eronder. Dus de scope is niet helemaal 100%. Maar goed, we hebben hier in ieder geval een, ook een hele bekende, de M1 Grand... Garand. Zo. En hier kan je dus een rij van clip inzetten. Of gewoon single clips. Of single bullets. Dus je kan er een rij van kogeltjes in doen. Of je kan gewoon één kogeltje. Je hoort dus ook echt een geluid van dat je kogeltjes laat vallen. Super gaaf. Dit is in ieder geval de M1 Grand Garand. Dus die is wel cool. Gaan we naar de M1C Garand. Volgens mij heeft deze een beetje een gekke scope erop. Je ziet deze scope is een beetje aan de zijkant gezet. Maar dit is in principe hetzelfde wapen. Maar dan met een... hoe heet het? Met een scopie. Dit is een soort van Desert Eagle volgens mij. Je kunt het een beetje op een paarse gaan proberen. Maar deze hit volgens mij best wel veel. De paardjes gaan in ieder geval heel snel dood. En dan hebben we hier weer de Springfield. En deze was dus... Deze is de zonnescope. Oh, wow, kijk. Nu kan je dus goed zien hoe de reload ervan is. Je ziet dus ook echt dat ze zo'n clipje erin zetten. Oh nee, nou hadden we... Nu moeten we hem heel even leeg schieten. En als het goed is doen we dan weer het clipje er opnieuw inzetten. Kijk, nu is hij leeg. En dan zet je het clipje erin. Ah, super vet. Want dus bij Battlefield 1 is dit ook. Als je hele clip leeg hebt... Dan zet je zo'n nieuwe clip erin. En als je maar één kogel geschoten hebt, dan vul je er gewoon eentje bij. Super vet gemaakt. Daar sta ik echt van versteld. En hier hebben we dus een mini wapentje. Een mini handgeweertje die één keer kan schieten.
Nou, we gaan even kijken hoe sterk hij is. Misschien dat hij in één keer die bed neer kan knallen die hier rond aan het vliegen was. Ja, grote kan dat we die gewoon missen. Maakt verder niet uit. Ik was even nog een kippetje aan het zoeken, maar die hadden we net al geschoten. Maar dit is dus echt een mini geweertje. Je ziet hem bijna niet in je hand. Super gaaf. Dan gaan we door naar de Sturmgeweer 44. Hier moet ik wel nog even de magazijn even van pakken. En deze is de STG 44 uit mijn hoofd. Ook best wel een bekende. Dus een beetje een full auto. En die doet best veel damage. Als het goed is liep er hier nog een paard. Rond. Is die alweer weg? Ja, blijkbaar wel. Nou helaas, anders wou ik het even op paardje uitproberen. Nee, paardje is helemaal weg. In ieder geval dit is een beetje een full auto ding. En ja, die werkt gewoon helemaal prima. De reload hiervan is ook echt gaaf. Je hem even in de achterhaalt en dan zo. En je ziet dus ook, terwijl je aan het reloaden bent, heb je dus niet de renanimatie. Super dik. Dan gaan we verder naar deze carbine vent. Lijkt dus een beetje op de Springfield. Maar volgens mij doet deze iets minder damage. Dus hij lijkt een beetje op deze. Maar dan ja, net iets anders. Dan gaan we verder naar de machinepistool 41. Dit is ook wel een hele gave. Deze wordt volgens mij in Battlefield 1 ook best wel veel gebruikt. Dit is best wel een gaaf ding. Deze heeft ook 32 kogels in de mag in plaats van 30. Dat is een beetje apart. Maar nee, deze is wel echt super vet. Ondertussen gaan we even weer teruglopen naar de chest. Want dan gaan we door naar de, derde rij van wapentjes. Eens even kijken. Dan moeten we natuurlijk wel even één wapen zo, anders krijgen we de chest niet open. Dus doen we die weer allemaal terug. En dan pakken we deze weer. Zo. Dan hebben we hier een flinke. Dit is namelijk een LMG. De Browning. En hoeveel kogels in de mag heeft die? 250. Maar deze moet je volgens mij ergens opzetten. Nou, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Maar ik krijg hem niet, niet aan de praat. Dus, ja. Dan skippen we die maar. Het is in ieder geval een LMG. Waarbij je de bedoeling is dat je hem eigenlijk op een blokje neerzet. Hier hebben we de Wintershell Model Shotgun. En je ziet dus ook. Je hebt twee verschillende manieren om dit ding te reloaden. Je ziet dus tijdens het rennen en niet tijdens het rennen. Dat is dus super vet. Het maakt dus een beetje lastig om hiermee te spelen. Omdat je nog een extra keer moet klikken voordat je kan schieten. Dan hebben we hier de Gewehr 43. Dit is ook een hele bekende. Hiervoor moet ik nog heel even de ammo pakken. Dat is deze namelijk. Dit is ook een hele bekende. Die wordt veel gebruikt in World at War bij de zombies. Ja, en dit is ook weer zo'n single fire. Dan ben ik toch even benieuwd. Als je nou bij de opties deze aanzet. De auto bolt. Wat er dan gebeurt. Ah. Die heeft dus geen effect op deze. Oh, ik denk dat ik al weet wat het is. Het is niet hierbij, maar het is bij de snipers. Dat die automatische snipers reload. Dat is dus, wacht, misschien dan ook bij de shotgun. Ja, dan gaat hij dus automatisch de shotgun reloaden. Dat is toch eigenlijk wel een stukje handiger. Ik laat hem mooi even aanstaan. Ik dacht dus dat het meer cheaten was met deze. Maar goed dat ze dat niet gedaan hebben. Dan gaan we door naar de machinepistool 40. Dus dit is een beetje een voorganger op die andere. Deze heeft dus ook weer 32 kogels in een mag. Maar je ziet dus, ze schieten niet allemaal even recht. Je ziet, er gaat echt alle kanten op. Dan hebben we hier de bar. Dit is ook wel een gaaf ding. En je ziet, deze heeft dus ook eigenlijk van die dingen hier vooraan zitten. Die, waardoor je het eigenlijk op een blokje moet zetten. Maar in dit geval is dat niet zo. Je kan ook mooi meer knallen. De M2 carbine lijkt dus een beetje op de M1 carbine. Maar dan heeft hij meer kogels, was het volgens mij.
Oh nee, hij was automatisch. Dat was hem. De ding schiet dus super snel. En als het goed is, zie je ook echt dat ding aan de zijkant naar voren gaan een paar keer. Nee, dat niet. Nou had ik dat verkeerd te zien. Deze nog weer, een ander geweertje. Zo. Die schiet snel. Deze schiet echt snel. Een beetje zo'n G18-achtig gevalletje. Die doet vast fucking veel damage. Eens even kijken. Dan hebben we hier de Mauser. Dat is dus de single shot versie van deze. Althans, hij lijkt er wel veel op. Ja. En de M1 Carbine. Ook een hele bekende. Beetje hetzelfde als de geweer. Maar dan een net andere scope. Dan heb je deze scope. Of deze scope. Allemaal een beetje hetzelfde. Als het goed is, is dit echt bijna identieke. Oh, de carbine is wel een stukje lichter dan de geweer. Dan gaan we ze weer even allemaal terug doen. En dan gaan we naar de laatste kijken. Daar zit namelijk ook een launcher bij. En een flamethrower. Dus dat is wel gaaf. Als ik vergeten te zeggen op het begin. Maakt verder niet uit. Hier een kleinere versie van de Walther. En een Browning kleinere versie. Ik denk dat dit meer een soort wapen is die ervoor zorgt dat dit echt meer een Desert Eagle-achtig geval is. Ik zal wel even iets, een villager spawnen. Dan kunnen we daar even op uitproberen. Ik denk het wel. Ja, die is echt twee shot aan deze. Ook gewoon twee shot, oké. Okay. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Of zelfs één one shot soms. Of ik had hem al geraakt. Ja, ik kan niet stoppen met het reloaden, want dat is echt super vet. Maar ja, deze hebben dus ook best wel dikke recoil erbij en zo. Maar nu gaan we even kijken naar deze. De val. 42. En daarna pakken we de flamethrower en de bazooka. Ik ben wel benieuwd hoeveel hij van de map kapot gaat maken, die bazooka. Hier zie je dus, dit is echt een wapen waar de magazijn aan de zijkant is. Er zitten wel maar 20 kogeltjes in. Maar goed, hè, hij is nog steeds super gaaf. En hier kan je dan ook wel mee schieten en rennen en doen. En hier heb je dus de bazooka. En hier moeten wij geen kogeltje van hebben, want die hebben wij gewoon. Dan ga ik hem gewoon op die berg hier afschieten. Is hij ergens geland? Je hoort hem wel ergens landen, maar... Ik heb hem nog niet gezien. Kijk. Gelukkig doet hij niks aan de map. Maar wel flinke damage. Hoppakee. Oh! Dat valt allemaal wel mee. De kip overleeft het gewoon. En deze. Het geluid is wel super hard. En mijn shaders vindt hem niet helemaal gezellig. Je ziet, hij gaat er helemaal doorheen zitten. Maakt er niet zoveel uit. Was die kip nou? Oh ja. Hoppa! En dat was laatste van vandaag. De flamethrower. En dit ding. Die steekt alleen jezelf in de fik. Dus niet bijvoorbeeld het gras of zo. En dat is wel super chill. Je ziet. Je krijgt dan ook een ding op je of een rugzakje erbij. Dat is ook echt super vet. Alleen hij is nou leeg. Fuel moeten we erin doen. Even kijken. Oh, dat is niet de bedoeling. Er stond van die gal bij. Wat? Ja. Ammo none. Misschien dat... Anders pakken we gewoon een nieuwe, denk ik. Wow, wat is hij aan het doen? Hij is helemaal aan het trippen. Wat? Kan ik me niet reloaden? Ik pak hem wel even een nieuwe. Hij was allemaal gekke dingetjes aan het doen. Even kijken, hier staat hij. In ieder geval, hij gaat dus best wel snel leeg. Hoi. Zie je, dan ben je nou nog... Oh, valt mee. Maar dit is in ieder geval de flamethrower. En daarmee eindigen we deze, het eerste gedeelte van deze mod. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden vandaag. Laat even weten als je een leuk idee hebt voor challenges. In de beschrijving kan je een linkje vinden naar de mod download en naar de map download.
als je daar geïnteresseerd in bent. Verder laat een duimpje omhoog achter als je dat nu niet gedaan had. Daarmee steun je deze video's. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste uploads. En laat ook even achter wat je van de video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.